Nijmeegse studenten stellen een harde eis. De Radboud Universiteit moet haar banden met Israël verbreken. Free, free, free Palestine! Honderden studenten kwamen bij elkaar en een grote groep heeft een tentenkamp opgericht. YouTube-docenten als studiehulpen voor eindexamens. Scholieren maken er veel gebruik van. Dat was het. Dankjewel voor het kijken. Stichting Kitty Cat heeft dringend hulp nodig bij de opvang van kittens die maar binnen blijven komen. Maar als we nu niks doen, dan is het zo dadelijk gewoon echt een ramp. Goedenavond. Zo'n 400 studenten en personeelsleden van de Radboud Universiteit staakten vanmiddag de colleges om een protestbijeenkomst te houden. Op een veld op de campus bouwden de actievoerders een kampement dat ze pas weer willen afbreken als de universiteit haar banden met Israël verbreekt. Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine. Aan de oproep van het comité Nijmegen voor Palestine om de colleges te verlaten en buiten te komen demonstreren werd vanmiddag massaal gehoor gegeven. Zeker, het leeft. Het leeft meer dan ooit. En ik denk dat de studenten die woede voelen en dat ze het nu omzetten in actie. En die actie wordt omgezet in zulke grote getalen hier op de Radboud Universiteit. We zijn er klaar mee. De actie van de Nijmeegse studenten is een reactie op de met geweld beëindigde pro-Palestina-actie in Amsterdam. Net als in de hoofdstad bouwden de actievoerders vandaag een tentenkamp waar ze niet zomaar meer willen vertrekken. Nou, wij blijven hier totdat de universiteit ingeeft in onze eisen. En wij doen dat in principe vreedzaam, net zoals op alle andere universiteiten de afgelopen week dat ook de bedoeling was. Verbreek de banden met Israël en Israëlische universiteiten. Dat is wat de studenten van het bestuur eisen. De universiteit heeft vanmiddag gezegd eerst met de actievoerders in gesprek te willen en pas daarna een reactie te willen geven. En het is dus ook niet duidelijk of het kampement op de Radboud Universiteit mag blijven staan. Nou, exact. Wij staan hier. Wij zijn vreedzaam. En als de universiteit dat niet is, wat zegt het dan over hun? Vanaf morgen hebben scholieren in het voortgezet onderwijs eindexamens. En bij het leren van de examenstof maken de leerlingen steeds vaker gebruik van een YouTube-leraar. Dat zijn leraren die filmpjes maken over de onderwerpen waar de eindexamens over gaan en die op YouTube zetten. Welkom. In dit filmpje ga ik het hebben over stroomsterkte. Ik ga kijken wat stroomsterkte nou precies is. Welkom bij de uitleg van een nieuw thema, gaswisseling en uitscheiding. Leraar Joost Meijer woont in een bus en heeft bijna 42.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal. Ik ben nu bezig met maken van examenvragen, dus dan bespreek ik elke dag één examenvraag voor het VMBO en één voor de HAVO. Leraar Rafal Wietsma woont in Wageningen en heeft meer dan 53.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal. Hij neemt zijn natuurkundelessen op in een kamer in huis. Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de afstand die de langlaufer aflegt in één bewegingscyclus. En noteer je antwoord in twee significante cijfers. De leraren doen hun werk niet gratis. Maar het belang van de eindexamenleerlingen staat voorop. Want ze beantwoorden ook de vragen die scholieren stellen onder de YouTube-filmpjes. Ik pak echt momenten per dag dat ik gewoon bezig ben met het beantwoorden van de vragen. Inhoudelijke vragen van, ik snap dit niet helemaal. En ik reageer. Ik probeer zoveel mogelijk op alles te reageren. En dan komt vervolgens na deel 1 vanzelfsprekend ook deel 2. Een hele lijst. Heel veel succes en tot de volgende. Dat was het. Dankjewel voor het kijken. Opvangadressen voor katten. Vorig jaar zaten ze allemaal overvol en op veel plekken was er zelfs een opnamestop. En nu er veel kittens worden geboren, begint het weer drukker te worden. Merken ze ook bij Stichting Kitty Cat in Winterswijk. Hé, hey, kleintje. Ja. De laatste jaren is het alle hens aan dek bij Stichting Kitty Cat. Vooral het steriliseren, castreren en terugzetten van de katten neemt veel tijd in beslag. Maar het brengt ook de nodige kosten met zich mee. Heel belangrijk om dat te doen, omdat anders de overschot aan katten steeds meer wordt. De populatie wordt groter en groter. En ja, we moeten gewoon meer aan steriliseren en castreren gaan doen. En hebben daar ook onze hulp, de hulp voor nodig bij de gemeentes. Per kat is de stichting zo'n €300 kwijt. En per jaar worden er zo'n 300 katten opgevangen. Omdat er een structureel tekort is, heeft de organisatie meerdere gemeentes uitgenodigd om bij de opvang te komen kijken. Het probleem is nog groter geworden doordat de dierenbescherming totaal in die gebieden gestopt is.
Dus al het geld wat vroeger nog van de dierenbescherming kwam, komt nu ook niet meer binnen. En een populatie katten kan zich snel uitbreiden. Als je met 2 katjes begint, dan heb je ongeveer met 3 jaar 30 katten lopen. En dus moet er volgens Marion nu wat gebeuren. Zeker in die gebieden waar de dierenbescherming actief was, is het echt 11:45 bij wijze van spreken. We zijn gewoon al te laat. Maar als we nu niks doen, dan is het zo dadelijk gewoon echt een ramp. De Mariakapel in Groesbeek kan wel een opknapbeurt gebruiken. Een geldinzamelingsactie moet de kapel in glorie herstellen. Het moet inderdaad opgeknapt, dat ziet iedereen. In Hengelo is gistermiddag tijdens een wegracewedstrijd een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij 2 personen zwaar gewond zijn geraakt. Het ging mis tijdens de laatste wedstrijd van de motorraces. Op de Varsevelderweg was op dat moment een zijspanrace begonnen. De wegrace in Hengelo vond plaats op de openbare weg in het buitengebied. Bij het ongeval vielen 2 slachtoffers die allebei ernstig gewond raakten. 1 van hen is met de traumahelikopter naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. Het andere slachtoffer werd met een ambulance naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Opnieuw een autobrand in Nijmegen. Afgelopen nacht was het raak in het oosten van de stad. Omwonenden ontdekten de brand aan de voorkant van een geparkeerde auto en belden de brandweer. Om goed te kunnen blussen moest de brandweer de auto openknippen. Het is niet de eerste autobrand in Nijmegen van de afgelopen dagen. Vorige week brandde een auto uit op een parkeerplaats op de Staddijk. En afgelopen weekend was het raak in de Gildekamp. De promotiekoorts wakkert aan in de Achterhoek. Voetbalclub De Graafschap begint morgen aan de nacompetitie met als inzet een plek in de Eredivisie. De eerste tegenstander die verslagen moet worden over 2 wedstrijden is ADO Den Haag. Het echte werk na een aantal duels zonder spanning gaat nu dus beginnen. Alleen de nacompetitie halen, ja, daar doe je natuurlijk niet voor. Dus het kriebelt in zoverre van je wil ook resultaten zien nu. De Graafschap staat al voor de 25e keer in de nacompetitie. Een record. 6 keer volgde ook promotie naar de Eredivisie. Het is een club van heen en weer, zoals wordt gezegd. Het kan echt alle kanten op gaan. Dus elk seizoen weer nacompetitie. En elke keer doen ze weer een gooi naar de overwinning. En de ene keer lukt het wel, en de andere keer lukt het niet. En dan mocht het wel lukken, dan hebben we een mooi feest. Ja, het is altijd moeilijk in de play-offs. Je weet nooit hoe het gaat lopen. Allebei niet zo mooi afgesloten het seizoen. Maar ik verwacht wel dat de Graafschap volle bak gaat, zoals altijd. En hopelijk dan ook een keer een ronde verder, zodat we op het laatste weer een mooi feestje kunnen gaan vieren. De vraag is hoe het komt dat de Graafschap al jaren te groot voor het servet is en te klein voor het tafellaken. Volgens clubicoon Jan Vreeman heeft dat vooral met geld te maken. Als je zeg maar financiën niet te groot hebt of te veel hebt, ja, dan is het gewoon altijd maar schipperen daartussen. En dan schipperen bedoel ik mee, ja, soms heb je geluk, dan kun je er langer volhouden. En er zijn ook momenten bij, dan, ja, dan is het net iets te weinig en dan val je weer terug. Is de Graafschap na 5 jaar Eerste Divisie wel in staat om echt stabiel te worden op een hoger niveau? Ja, ik denk dat dat wel kan. In het verleden hebben we het laten zien. Volgens mij was het 9 jaar dat we het hoogste niveau hebben gespeeld. Dus het kan wel. De Mariakapel in Groesbeek is een druk bezochte kapel, maar wel een die nodig moet worden opgeknapt. De parochianen hebben al een groot deel opgebracht, maar nu hoopt het bestuur op andere hulp. Doneer nu. Nou, pas. Ricky Straatman is jarenlang koster geweest in de kerk. En nu is ze de drijvende kracht achter de inzamelingsactie. Ze heeft altijd een zwak gehad voor de naast de kerk gelegen Mariakapel. Ik heb iets met Maria. Ik ben de Maria vereerd. En ik heb dus die kapel, die heb ik helemaal mezelf ingericht en alles gemaakt. Dus die was echt een heel belangrijk punt voor mij. Er moet veel gebeuren aan de kapel. Nieuw stukwerk, elektra moet verbeterd worden en ook Maria verdient een makeover. Het gaat zo'n 16.000 euro kosten. Parochianen hebben al ruim 5.000 euro opgebracht en nu kijkt het bestuur naar andere weldoeners en bezoekers. Want bezoekers krijgt de kapel in Groesbeek genoeg. Deze kapel, als ik het een beetje aan de kaarsen, dan komen er ongeveer zo'n 5.000 mensen er per jaar binnen. Je telt de kaarsen? Ja. Er gaat nog meer veranderen. Deze icoon van Maria wordt vervangen door dit beeld, als het gerestaureerd is. Ik vind het een heel mooi beeld, wat er nu komt. Dan moet ik ook zeggen, een heel mooi slanke Maria. Nee, ik vind het heel mooi. Ja. Ik vind het, ja, het is mooi. Maar goed, eerst nog het geld. De crowdfunding is gestart en de vraag ligt nu dus elders.
Ja, tot zover deze uitzending. Online en in onze app meer over de cruciale dag voor Vitesse vandaag. Want vanavond komen leden van de businessclub bijeen samen met interim-directeur Edwin Rijntjes. En dan moeten er miljoenen op tafel komen om de club overeind te houden. Ik wens u nog een mooie avond. Goedendag. Toch nog even kort terugblikken op vorige week vrijdag of de nacht van vrijdag op zaterdag. Toen was op verschillende plaatsen in onze provincie het noorderlicht zichtbaar. Echt wel spectaculair en een unieke situatie, dus wie weet heb je er ook wel wat van meegekregen. Qua weerbeeld hebben we vandaag in ieder geval met erg zomers weer te maken gehad. Lokaal kwamen we zelfs aan de 25 graden, maar in de loop van de dag ontstonden er toch ook stapelwolken en her en der viel een onweersbui. En daar hebben we de komende dagen soms toch ook nog wel mee te maken. Zien we ook goed terug op de weeranimatie. Maandagavond hebben we ook nog met enkele regen- en onweersbuien te maken in onze provincie. Daarna wordt het droog, hebben we opklaringen. Maar het blijft al erg warm. Morgen de warmste dag van de week met 26 of 27 graden. Het blijft eerst nog droog. Maar in de loop van woensdag neemt langzaamaan vanuit het zuiden die wisselvalligheid echt wel toe. En daar krijgen we dan in Gelderland ook echt wel mee te maken. Vanavond dus ook nog verspreid die regen- en onweersbuien. Ze zijn wel lokaal van aard, dus op sommige plaatsen blijft het ook gewoon droog. En het is nog vrij zacht. Met zo'n 18 graden. Vannacht wordt het uiteindelijk droog. Er komen wat meer opklaringen voor. En in die opklaringen kan het toch nog afkoelen naar een graad of 14. En er staat daarbij slechts een zwak windje uit zuidoostelijke richtingen. Morgenochtend starten we dan met flink wat zon. En door die zonnige periode kan het al snel opwarmen naar 20 of 21 graden. De UV-index is ook inmiddels al best wel hoog met 5 of 6, dus pas er even voor op dat je niet al te snel verbrandt. En in de middag gaan we dan naar 25, 26, misschien lokaal zelfs wel 27 graden. En dan neemt in de loop van de dag toch ook wel de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Dat zal met name zijn in de zuidelijke helft van onze provincie, maar op heel veel plaatsen blijft het ook gewoon droog. De woensdag wordt dan echt een overgangsdag met dan een graad of 23, maar echt wel wat vaker die kans op een bui. Daarna langzaamaan een daling van de temperatuur, maar de temperatuur blijft vaak wel rond die 20 graden schommelen. Dagelijks blijft er kans op een bui, maar tussendoor zijn er ook echt wel droge momenten. Tot de volgende keer.